Een hele goede dag mensen. Welkom bij de zondagmorgen vlog van de Stofjes. Ik ben Rick, zoals jullie inmiddels al weten. En dan nu bij deze, ik heet Rick. Ik heb een YouTube kanaal. De Stofjes. En dat doe ik samen met een van mijn dochters. Met Fabienne. Daar doe ik wat vloggen. Zo ook deze. Hier doe ik een zondagmorgenpraat. Een beetje los uit de losse pols. Dat doe ik over het algemeen wel heel veel dingen uit de losse pols. Ik ben niet zo'n scriptlezer of iets ergens, of die echt precies alles uit moet meten. Ik vind dat na verloop van tijd moeten bepaalde dingen een klein beetje als automatiek doorkomen. Maar goed. Zondagmorgen, vandaag, vroeg gelopen, 3 rondjes, recordtempo, yes! Waarom? Omdat ik onder die befaamde 6 minuten per kilometer ben gekomen. Oké, het is maar 5,59. Maar, ja, het is eronder. En dat is een gemiddeld tempo. Dus ik heb op één stukje heb ik zelfs vrij hard gelopen, want dat is het algemene tempo wat hij registreert. Dus volgens mij niet eens het daadwerkelijk tempo. Ik zal nu even zeggen, onder het lopen, ik loop op een trimparcours in Gassel. Daar heb je trimattributen. Er is één attribuut, zo'n zigzagje. Daar doe ik altijd 10 of 15 push-ups. En, één rondje en dan het tweede rondje doe ik dips 15 keer en het derde rondje doe ik push-ups. En als het dan 4 rondjes loopt, dan is het weer dips. En op 5 rondjes is het 5 rondje weer een push-up. Dus die doe ik ook nog tussendoor. Dus het is niet dat ik constant een bepaalde die afstand in één keer loop. Ik heb daar dus ook zo gezegd nog een activiteit in zitten. En dan toch onder de 6 minuten. Nou, dus, daar waar ik voor een jaar terug ongeveer nog 7 minuten over deed. 6,5 minuten over D. Is nou gewoon onder 6 minuten. Ja. Maar mijn gewicht gaat ook aardig. Ik ga daar even op de weegschaal staan. Vorige week had ik een uitschieter. En hoe dat daar komt, dat ben ik nu aan het verklaren. Alleen toen ben ik wel direct na het lopen ben ik gaan fitnessen. Dan zit je wel later op de dag, van meestal zit ik ergens rond 9:30, 10:00 dat ik een weegmoment heb op de zondag. Ben ik gaan finishen, kwam ik pas om 11:30 of zo, kwam ik pas thuis. En toen woog ik bijna 2 kilo meer dan de week daarvoor. Dus dat vond ik eigenlijk wel vreemd, dat je in 1 week tijd weer 2 kilo zogezegd bent aangekomen bij de week. Ik heb die week wel wat gek gedaan, maar niet te gek gedaan. Dus dat was een beetje verrassend. Dus ik hoop dat we deze week weer leuk aan de slag zijn gegaan. Dat we deze week weer een beetje hebben kunnen bijtrekken. En dat we weer gewoon netjes onder de 100 kilo zijn. Goed, nog iets anders. Waarom ben ik zo vroeg? Omdat ik zo meteen weer naar Juliana moet. We zijn van de week weer begonnen voor de voorbereiding van de competitie. Voor de competitie hoofdklasse. Vandaag een hele dag. Ze gaan om 10:00 gaan ze beginnen met trainen tot 11:30. Dan gaan we met z'n allen even lunchen. Dan een korte bespreking over het seizoen. Wat regeltjes die er gedaan moeten worden. Er zijn wat wijzigingen heb ik plaatsgevonden. Tot wat zaken. Dus die worden doorgenomen en dan later op de middag gaan ze nog een keertje trainen. Waarschijnlijk zal het een soort met partijtje zijn, eindpartijtje. Toch wel lastig om te praten en parkeren tegelijk. Even opletten dan. Ik moet toch zo weg, dus het gaat zo weg. Nou, en dat dus. Dus ja, dat ga ik daar doen. Ik ben vrij laat. Ik moet dus nu nog gaan douchen. Dan even omkleden en dan moet ik alweer gaan. Ergens rond 9:15, 10:15 zou ik er zijn.
En het is nu ongeveer 8:50. Dus zal het niet even haasten. Maar dan neemt die weg. Wat ik misschien ga doen, is dat ik straks even buiten mijn eigen reglement, want normaal gesproken pak ik dit momentje 5 tot 7 minuten ochtendpraat. En dan is het klaar. Hoppata. Ik denk dat ik straks even een stukje ga proberen te filmen. Dan kunnen jullie een beetje zien wat ik bedoel met die ochtendtraining. Oh, hoe ga ik dit doen? Dit ga ik zo doen. Op het sleuteltje pakken. Deurtje open. Sleuteltje weg. Spulletjes pakken. En dan gaan we erbij. Oh, zonnetje. Nou, dat was de bidon. En daar zijn de honden, die komen eventjes begroeten. Hey, hondjes. Even stil. Nou, dus nogmaals. Ik ga nu even douchen. En waarschijnlijk zie ik jullie straks heel eventjes op het veld. Dan moet ik even kijken hoe dat uitpakt. Dus, en anders waarschijnlijk eind van de middag dat ik weer even iets ga doen. Dus alvast blauw duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal en dan zie je sowieso volgende week weer met de zon in de praat. Groetjes.